Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We zien veel bewolking boven de Britse eilanden, maar boven Nederland was het nog lange tijd vrij zonnig. Alleen in het westen nam in de loop van de middag de bewolking toe en die trend zet door, want die bewolking die hoort bij een groot regengebied. Alleen het gelukkige nieuws voor ons is, is dat de regen terwijl het van Engeland naar Nederland trekt langzaam gaat oplossen. Het wordt niet helemaal droog. Ik denk dat er vooral in de avonduren langs de westkust en in de noordelijke provincies wel wat lichte regen of motregen kan vallen. Maar in de rest van het land verwacht ik toch een grotendeels droge avond. Heel misschien in Utrecht of Flevoland ook een druppeltje. In het oosten en zuidoosten blijft het zon, de zon het langs schijnen, daar wordt het zo'n 16, 17 graden om een uur of uh, 8 à 9 vanavond. Elders dus een licht druppeltje, dat geldt ook nog voor de nachtelijke uren, dan vooral voor de noordelijke provincies. Daar dus de spullen wel vanavond even binnen zetten. want ook vannacht kan daar misschien nog 1 of 2 millimeter vallen. In het midden en zuiden droog weer, minimaal zo rond de 13 graden. En dan gaan we naar de dinsdag, en dat belooft een heerlijke dag te worden. Die regen van afgelopen nacht, dat hoort bij het warmtefront. Zodra dat gepasseerd is, stroomt warme lucht ons land binnen. En daarmee wordt het morgen ook flink warmer. Temperaturen 24-25 graden in het binnenland. De eerste zomerse dag van 2015 gaat dat worden. In de kustprovincies, in het noorden, daar is het allemaal net iets minder warm. Maar met 20 tot 23 graden is het ook daar lekker. Verwacht geen strak blauwe lucht. We hebben nog steeds wel met wolkenvelden te maken, ook met stapelwolken. En een enkele stapelwolk middags misschien zelfs een bui opleveren, maar over het algemeen toch droog weer en gewoon vooral lekkere temperaturen. Die prima temperaturen die houden we ook nog op de woensdag vast. Uh, temperaturen dan oplopen naar 23 tot 27 graden. Denk woensdag ook meer zonneschijn dan op de dinsdag. En de lucht is ook droger, dus dat betekent ook geen buien. De wind waait dan uit het zuiden tot zuidoosten. Donderdag verwacht ik wel buien. Stevige buien ook, met kans op onweer en hagel. Hoe laat de buien gaan komen, dat is nog even een vraagteken. Maar komen ze pas in de middag en avond, dan kan het in het oosten nog 24-25 graden worden en dan worden de buien ook behoorlijk pittig. Komen de buien al wat eerder op de dag, dan wordt de donderdag dus minder warm en zullen de buien wat minder zwaar zijn. Die buien horen dan weer bij een koufront, dus de warme lucht die morgen ons land binnenstroomt, wordt donderdag dan weer verdreven. En dat zien we vrijdag terug aan de temperatuur. Dan is het zo'n 15 tot 17 graden. En hoe ziet het dan verder eruit? Nou, na de prima dagen op dinsdag en woensdag krijgen we donderdag, dus de overgangsdag. En daarna zitten we een paar dagen onder de 20 graden. Maar als je goed kijkt zit er wel weer een trendje in die langzaam omhoog loopt. Dus zou me niet verbazen als we in de loop van volgende week de meeste dagen smiddags weer boven de 20 graden uitkomen. Dus helemaal geen slecht weer, alleen toch wel een behoorlijke dip naar die heerlijke woensdag. Donderdag de meeste millimeters en de dagen daarnaast dus wel wisselvallig. Waarschijnlijk ook in het komende weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.